3042 MULO-leerlingen, wat gelijk is aan 55,3% van de eindexamenkandidaten, is direct geslaagd voor het eindexamen MULO. 716 hebben herexamen en 1741 zijn afgewezen. Vandaag zijn de resultaten bekendgemaakt op de verschillende MULO-scholen in het gehele land. Natuurlijk wil ik dus meegeven aan de herexamenkandidaten dat ze zeg maar alle efforts, alle zeilen bij elkaar zetten, dat ze het toch wel halen. Ik bedoel, je hebt een gelegenheid nu gehad. Het is een herexamen, je bent herexamenkandidaat. En als herexamenkandidaat krijg je nog de gelegenheid. En als herexamenkandidaat moet je toch wel alle zeilen bijzetten om de eindstreep te halen. Dus ik wil ze toch wel moed inspreken, dat ze er keihard voor gaan, misschien nog wat bijlessen volgen, om het dus te halen. De directeur van het ministerie van Onderwijs, Natasha Benanon, zegt niet helemaal tevreden te zijn met het resultaat. Dit jaar is het aantal direct geslaagden 0,2% hoger dan het vorig jaar. Zij hoopt dat alle, zo niet het grootste deel van de herexamenkandidaten, zal slagen. Ze doet een beroep op de herexamenkandidaten hun best te doen en het onderste uit de kant te halen. Benanon zegt dat het ministerie er alles aan doet om de beste resultaten binnen te halen, maar dit lukt niet altijd. Een combinatie van factoren speelt daarbij een rol. Ze hoopt dat alle herexamenkandidaten slagen, zodat het slagingspercentage dat nu 55% is, nog opgetrokken kan worden naar 68%.